Dit item op Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door restaurant De Liefde. De culinaire verleiding. Ellen, hoe voelt dat om geen wethouder meer te zijn sinds afgelopen maandag? Heel goed. Ja? Ja, wel apart, uiteraard. Maar wel heel goed. Het is een hele mooie periode geweest. Ik heb 10 jaar Doesburgse politiek gedaan. En ja, natuurlijk is dat even lastig, even slikken als je afscheid neemt. Ja. Hoewel mijn officiële afscheid pas volgende week maandag is. Maar ja, het is goed. Okay. Het is goed zo. Nou gaat er in Doesburg natuurlijk een heleboel geruchten rond. Hè? Want hoe is Doesburg en hoe klein is de stad met dorpse fratsen, zeg ik altijd maar. Ja, absoluut. Is nou eigenlijk de reden waarom u weggegaan de werkelijke reden? De reden waarom ik ben weggegaan is dat ik de politieke verantwoordelijkheid heb genomen voor een project. En dat is de accommodatienota geweest en daarbij behorende het MJOP. En het gaat soms politiek zoals het gaat. En dat is de reden dat ik ben weggegaan. Oké, okay. Maar dat er een overschrijding zou zijn van de sociale, of tenminste de gemeentelijke voorzieningen en dergelijke. Ja. Dat was in principe al in 2015 bekend, heb ik begrepen. Maar zijn dat allemaal dossiers die je overgenomen hebt van de vorige wethouder? Dat zo gespeeld heeft? Ja, alleen binnen de politiek werkt het zo dat op het moment dat je als collegelid een verantwoordelijkheid krijgt voor een bepaalde portefeuille, dan erf je ook wat er in het verleden gebeurd is. En helaas is dat in dit geval zoals het is. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja, er gingen allerlei geruchten in het rond van ze zou al een baan bij de provincie hebben of ze zit op de wachtgeld te wachten. Heel simpel, ik heb geen andere baan. Nee. Ik zit niet op wachtgeld te wachten, maar ik neem mijn wachtgeld wel gewoon aan. Tuurlijk, ik heb je recht 10 jaar in politiek gezeten. Ik heb daar heel veel moeten laten ook. Ja. Ook vooral mijn gezin heeft daar veel voor moeten ondergaan. Ja. En ja, het is gewoon een regeling zoals die er is. En ik ga op mijn gemak kijken naar wat de toekomst mij brengt. Heb je al plannen dan? Heb je ergens in de richting gaat kijken? Ik ben voor meerdere dingen gevraagd. Okay. En ik ga eens rustig kijken wat uiteindelijk het beste bij mij past. Maar dat zal iets zijn in de, of in de logistieke hoek, of in toerisme, of in de cultuurhoek. Maar niet in de bestuurlijke vorm? Kan ook in de bestuurlijke vorm zijn. Ja? Ja. Oké, okay. Misschien dat je adviezen geeft. Bijvoorbeeld. Ik wou zeggen, je hebt wat dat betreft een hoop ervaring opgedaan natuurlijk. Ik heb ook wel over een aantal dingen een mening. Ja. En ik denk dat we het goed gedaan hebben in de afgelopen jaren in Doesburg. Ja. En dat zie ik wel terug. En dat krijg ik ook heel veel terug. Vooral van collega's en ook van mensen uit de regio. Joh, je hebt echt Doesburg wel op de kaart gezet. En er is veel gebeurd. En daar zal ongetwijfeld een rol voor mij weggelegd zijn. Okay. In welke vorm dan ook. Hoe was de reactie van de partij, de VVD in dit geval? Die vonden het natuurlijk niet leuk. Nee, die vonden het heel erg jammer en die vinden het nog steeds jammer. Maar aan de andere kant weten zij ook hoe de hazen lopen in politiek Nederland. En dat je de verantwoordelijkheid moet nemen als die er ligt. En dan kun je wel heel erg om de brei heen blijven draaien. En zeggen van, we kijken dat nog even aan en dit en dat. Maar uiteindelijk wil ik mezelf gewoon nog recht in de spiegel kunnen aankijken. Nou, okay. En dat is nu zeker het geval. Je had het net al over je gezin. Hè? Je hebt opgroeiende kinderen, al een oudere leeftijd zelfs al. Ja. Heeft dat toch een behoorlijke weerslag gehad, dat wethouderschap op het op de familie of niet? Ja. Hoe kon je dat merken? Nou, mijn jongste die was 2 toen ik in de politiek terecht kwam. Ja. En die weet niet beter dan dat ik de avonden veel weg ben. Ja. En er zit natuurlijk het ritme van de raad. Elke laatste donderdag van de maand, raadsvergadering, de commissievergaderingen, alle extra's, de coalitievergaderingen, dat soort dingen. Die zitten er natuurlijk wel gewoon ingebakken. Daarnaast dus is mama altijd dossiers aan het lezen. Is mama altijd bezig. Ja, je kan nooit eens rustig door de Albert Heijn lopen, zoals ze dan altijd zeggen. Maar je wordt altijd aangesproken. Ja. Dat is echt helemaal prima. Ja. Maar je bent natuurlijk wel iemand die, zeker in een kleine gemeenschap als dat het in Doesburg is, met 11.500 inwoners, ben je wel heel zichtbaar. Sorry, heel zichtbaar. Ja. Hey, hoe kijk je zelf terug op die 10 jaar? Heel erg leuk. Ja? Ik heb ontzettend leuk gehad. Ik heb echt een ontzettend leuke tijd gehad. Ik heb kunnen doen, samen met de mensen hier in de stad, wat ik wilde doen. En wat wij met elkaar wilden bereiken, hebben we denk ik laten zien. Oké, okay. Ik heb een aantal dingen even opgezocht in het archief. Ja. En eigenlijk wil ik van jou een korte reactie hebben. Leuk of niet leuk, pijnlijk dossier, minder pijnlijk dossier of wat dan ook. Maar goed, de aanleiding van jouw wethouderschap, het vertrek van Marleen Huizing. Dat was toen de tijd ook even een verrassing, want ze ging naar Deventer toe.
Ja, maar ja. Ik weet niet of het vertrek van Marleen... Dat betekent voor jou, voor jou was het als raadslid eerder dan een stap naar een wethouderschap. Ja, maar ik ben natuurlijk, uiteindelijk is mijn wethouderschap bij ons pas begonnen toen Willem Bouwman van de SP opstapte. Dat is de aanleiding geweest. Oké, ik dacht dat wethouder wethouder Huizing zat er. Ja. Die ging naar Deventer inderdaad. Ja. Toen kwam Henk Westra. Ja. Die heeft haar opgevolgd. En toen ontstond er op een gegeven moment een discussie binnen de coalitie waarop Willem Bouwman gestopt is. En toen hebben de PvdA en VVD gezegd, zijn gevraagd van, kunnen jullie instappen? Ja. En toen ben ik wethouder geworden. Oké, dat was eventjes een detail. Okay. Hey, dossier beleefde linies. Ja, blijft een prachtige plek in Doesburg. Ja. Moet nog heel veel gebeuren. Is wel al heel veel gebeurd. De vestingwerken, wat moet je ervan zeggen? Het is een pareltje in Doesburg. Ja. Eén van de mooie plekken. Gebruikmakend om dat pareltje te gebruiken om meer mensen naar Doesburg te trekken. Absoluut. Natuurlijk. Ja, absoluut. Maar dat project loopt nog steeds. Ja. En dat blijft er wel even lopen. Ja, we hebben vanaf het begin af aan gezegd dat het een 10-jaren plan was. Of misschien nog wel langer. Ja. Omdat het zo'n groot terrein is, wat ook zoveel nodig heeft nog. Ja. Ja, om dat goed te doen, dat kost gewoon tijd. Dat is niet van de een op de andere dag georganiseerd. Ja. Daarbij was natuurlijk ook beleefd de linies, de cultuur op de linies, hè, of ja. de kunst op de linies. Ja. Andy Goldsworthy, wacht ik dat even aan mag halen. Ja, natuurlijk. Ja, ontzettend leuk project. Ja. Helaas heeft het niet, uiteindelijk is het niet tot uitvoering gekomen. Maar we hebben er wel heel veel van geleerd. En we hebben er vooral Doesburg ook op de kaart gezet. En er zijn nog plannen om toch van de werken die hij hier gemaakt heeft, dus van het handwerk wat hij hier gedaan heeft, de foto's die hij gemaakt heeft, de schetsen, om daar uiteindelijk een boek van te maken. Okay. En dat is wel heel leuk, want dat heeft hij aangegeven dat hij dat eigenlijk nooit doet bij projecten, maar hij vond ons wel heel erg charmant en klein en wij deden dat allemaal op onze eigen manier en dat vond hij wel heel leuk. Maar het is uiteindelijk afgeketst omdat hij veel meer geld vroeg dan eigenlijk begroot was en de ding was. Ja, financieel was het gewoon een te zwaar traject en dan moet je kiezen. Nou, dat hebben we gedaan en hij begreep dat. Oké, de Durfhaven. Ja. Ofwel de Turfhaven. De Turfhaven, ook een langdurig proces geweest. Ja, ook een overerving van een voorganger. Uiteindelijk is de haven natuurlijk heel mooi geworden. Nou, Lok 17 is natuurlijk het project zoals dat er nu in zit. Ja. Ik ben heel blij dat uiteindelijk daarmee de doorstart gemaakt is. Ik heb altijd vertrouwen gehad. Dat het afhaken van dat architectenbureau uit Apeldoorn. Ja, dat, van Turfhaven, wat vond ik heel erg jammer. Maar uiteindelijk moet je ook je rug recht houden en moet je niet over en kun je niet overal aan toegeven. Ja. En ook dat is politieke keuzes maken. En ja, het hing toen op een heel klein bedrag, maar uiteindelijk is dat dan vaak weer het begin van. Ja. Ja, en dat, daarvan hebben daar we gezegd, heb je nee, staat niet in de dit hand. Is het. Nee, ik heb gezegd, dit is het, dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben en hier gaan we voor. Oké. IJsselbiennale. Ook in het kader van de cultuur. Ja, allemaal leuke dingen. De IJsselbiennale, ik ben nog steeds ambassadeur van de IJsselbiennale. Prachtig project waar wij hier in Doesburg heel veel profijt van gehad hebben. Nou, is dat zo? Ja, ik hoor her en der dat het toch wel tegengevallen is. Ja, we hebben een mooi monument aan over een object aan overgehouden bij ons thuis. En dat. En we hebben naamsbekendheid eraan overgehouden. We hebben er aan mee bereikt dat mensen die de IJsselbiennale googelen bijvoorbeeld, of die zoeken naar kunst in de openbare ruimte, dat die wel in Doesburg terechtkomen. Dit zijn projecten die gaan niet van het een op het andere moment. Ook dat is, daarvan zijn de effecten pas vaak op langere termijn zichtbaar. En weet je, je moet doet een investering en je gaat daarmee aan de gang. Maar zoveel mensen die dan Doesburg bezoeken en er langs rijden en nog een keer terugkomen en gezegd hebben, allemaal gezegd hebben die ik gesproken heb en ook die anderen gesproken hebben van joh, het is zo ontzettend mooi hier. We komen nog een keer terug. Dus daar absoluut, doe je het uiteindelijk. Absoluut dat voor. Geld waard geweest absoluut. Om dat te investeren daarin. Absoluut. Okay. Ruimtelijke structuurvisie. Ja. Daar hebben we veel aan gedaan. Heel veel. Samen ook heel veel aan gedaan. Ja, klopt. Ja, hoe kijk je dan terug? Mooi project. Ja. Doesburg 2030. Heel interactief geweest. Heel veel met onze inwoners samen gedaan. Veel avonden. En het liep eigenlijk een beetje gelijk op met het marketingplan van Doesburg. Dus dat waren twee dingen die elkaar daar eigenlijk ook nog even op. Versterkte. Ja. Maar dat was wel heel leuk. Want daardoor kon je wel heel goed laten zien wat de bedoeling was. Dus ik ben heel blij dat we ook gewoon komende jaren daar nog profijt van zullen hebben. Ja, want het is ook een doorlopend proces. Ja, een doorlopend proces van 2030. Van we hebben gewoon keuzes toen gemaakt
van hoe gaat onze openbare ruimte er in de komende jaren uitzien? Wat zijn de aandachtspunten? Nou ja, goed, en die tien highlights, die blijven we houden. Die worden niet opeens anders. Nee. Oké, alleen de invulling, dat is nog even afhankelijk van wat de politiek besluit. Ja, maar dat is altijd. Okay. Maar we hebben wel een kader gegeven. Ja, een structuurvisie. Ja. Ja, oké, perfect. Nou, inderdaad, City Marketing Project. Heeft dat zijn vruchten afgeleverd zoals jij dat gewenst had? Ja. Ja? Oké. Ja. Ja, en het is niet alleen City Marketing. Het is natuurlijk het Doesburg op de kaart zetten. Wat ik merk is dat wij, de bezoekersaantallen zijn natuurlijk enorm omhoog gegaan. Ik weet dat daar discussie over geweest is van, hebben we die miljoen bezoekers nou wel gehaald, ja of ja, nee? Nou, ja, goed, nee, we hebben duidelijk aangegeven dat dat wel zo is. Ik ben gewoon heel blij met de resultaten. De winkels zitten vol, de straten zijn vol, de terrassen zitten vol. De mensen die kunnen van Doesburg genieten, ja. Weten ons te vinden. En wij zijn ook een voorbeeldgemeente voor heel veel andere gemeenten in Nederland. En dat is ook ontzettend leuk. Van de manier waarop wij het aangepakt hebben, ook weer met de inwoners, met de mensen die het aangaan. Dus met de ondernemers samen. Met het RTB Kan onder andere. Met RBT Kan, maar ook met de Achterhoek Toerisme. En met name met Hanzestede Marketing, want we hebben natuurlijk een keuze gemaakt. We waren het duizend dingen doekje. We waren en een vestingstad en een mosterdstad. En we hadden Hanze. Een hele riedel. Maar we hebben uiteindelijk die keuze gemaakt voor die Hanze. En dat is uiteindelijk de goede en de beste keuze geweest voor ons allemaal. Daarmee hebben we ons op de kaart gezet. Daarmee hebben we ons onderscheiden van een heleboel andere gemeenten om ons heen. Die ook fantastisch zijn en heel mooie dingen laten zien. Alleen wij zijn dat ene leuke kleine stadje. Ja. Waar die Hanze gedachten en dat toerisme en die geschiedenis ontzettend zichtbaar is. Ja, zolang je nog boten vol aan de haven ziet komen en bussen vol met toeristen ziet exactly. komen. Exactly. Ja, en daar doe je het voor. Ja. En je doet het niet om toeristen te trekken. Ja, natuurlijk is het heel erg fijn om mensen in je stad te hebben. Maar je doet het met name voor die ondernemers die daar ook gewoon een goede boterham mee kunnen verdienen. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om dat je de mensen werkgelegenheid biedt en de economische toekomst van je stad veilig stelt. Ja. Nou, je toch over die ondernemers hebt, een van de onderwerpen die ik ook op wil zeggen, Stichting Centrumbelang. Ja. De oprichting van de stichting, eerst het ondernemersfonds, zoals meneer Van Ja, 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 klopt. Daar ja. ben je ook aan de wieg gestaan van dat soort projecten? Ja, absoluut. Hoe kijk je daarop terug? En nu dit resultaat? Ja, heel mooi. Het is een mooie samenwerking geweest. Het heeft even wat opstartmoeilijkheden gehad. Ja, maar dat is altijd natuurlijk als je iets nieuws begint. Dat kwam natuurlijk van DOV vandaan. Hartstikke mooie organisatie die Doesburg heel lang gekoesterd heeft. Op een gegeven moment moet je een keer een vernieuwingsslag maken. En ook dan moet je nog een beetje zoeken naar van ja, hoe werkt dat nou uit. Maar goed, we hebben afgelopen voorjaar de resultaten laten zien van de samenwerking de afgelopen jaren. En je kunt zien dat er hele mooie dingen gebeurd zijn. Ondernemers zijn tevreden en daar gaat het met name om. Oké, nou perfect. Ja, en dan heb ik natuurlijk ook nog het dossier uitbreiding Rotra Ubbing. Ja. Dat kon niet missen natuurlijk. Nee, die kon niet missen. Daar is heel wat water door de ijzer gegaan. Ja, dat klopt. Voordat dat weer tot een besluit kwam. Helaas heeft de partij zelf hebben... een keuze gemaakt. De pijp aan Maarten gegeven. Ik heb geen pijp gehad, of in ieder geval. Maar de bel in de ring gegooid, als ze zegt. Ja. Nee, klopt. Ja, ook dat was een project voor Doesburg wat ontzettend belangrijk was en ook nog steeds is. De beide bedrijven, Rotra en Ubbing, die samenwerking zochten met alle partijen om ons heen. Van provincie tot Rijkswaterstaat tot aan de gemeentes om ons heen. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Enerzijds van het is mislukt. Het project is niet doorgegaan en de uitbreiding gaat niet door. In ieder geval niet in de vorm zoals die in eerste instantie voor ogen lag. Maar wel, wat we wel bereikt hebben is een veel beter begrip over en weer. De samenwerking tussen de bedrijven is nog meer verbeterd. Maar ook de gemeentes en de andere overheden weten elkaar heel goed te vinden als het gaat over dit soort grote projecten. Ja. Ja, ik weet dat het een controversieel verhaal is geweest in Doesburg. Er zijn voor- en tegenstanders, maar dat is met alles. Ja. Je bent ergens voor of je bent ergens tegen. Ja, de pro-werkgelegenheid mensen en uitbreiding mensen en de natuurmensen die absoluut vochten. Absoluut, en de natuurmensen. Absoluut, en die zijn er. En die heb je altijd. En ik heb nooit willen onder stoelen of banken willen steken dat het een vraag is geweest vanuit de bedrijven die natuurlijk... vanuit de economisch perspectief heel positief was, maar die vanuit mijn andere portefeuille, de cultuurhoek, best wel lastig lag. Ja. Dat heb ik ook vaak genoeg gezegd. Ja. Alleen ja, goed, dan krijg je een discussie tussen twee groepen en dan lopen de gemoederen soms heel hoog op. Ja. En dat vind ik jammer, want ik denk dat het nog steeds het beste is als je met elkaar gewoon in gesprek blijft over dit soort onderwerpen.
En ja, ja, het gaat soms zoals het werd een beetje in de pers uitgevochten, hè? Dat soort zaken. En niet meer, er was geen discussie meer. Het was meer een vechtpartij die over de ruggen van anderen werd gevoerd. Ja. Ja, zonder dat er geluisterd werd. Ja. Okay. En ik heb dan altijd een goed... Mijn middelste zoon, die was 2. En die had af en toe ook een beetje last van die twee dingen, van die dingen aan de zijkant of zo. Toen zei ik van, Jurian, wat heb je nou aan de zijkant van je hoofd hangen, jongen? Ja, oren, mama. Wat doe je daarmee? Ja. Ja, horen en niet luisteren. Ja. En dat zouden we soms ook wel eens in de politiek wat meer moeten doen. Ja, oké. Okay. Hey, laatste vraag, als je het niet erg vindt. Tuurlijk. Ja, want we kunnen uren kletsen wat dat betreft. Ik zie je nog staan met, dat beloof ik, de functie van wethouder naar eer en geweten te vervullen. Ja. Heb je beloofd? Ja. Als je nu afscheid genomen hebt en nu na afloop van het jaar als wethouderschap, kan je oprecht zeggen, ik heb het naar weer eer en geweten ingevuld? Ja. Ja? Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel voor al het werk wat je gedaan hebt voor Doenenburg. Graag gedaan. Ik wens je heel veel succes met het vinden van een hele leuke uitdaging die je hebt, wat voor vorm dan ook. Ja, en nogmaals, je gaat Doenenburg niet verlaten, hè, denk ik. Nou, dat is dus ook zoiets apart. Men denkt dat ik ga verhuizen, dat ik niet meer op haringparties verschijn, dat ik niet meer ergens naartoe ga. Dat is allemaal niet het geval. Als je een soort armvogeltje ergens in je desk duikt. Ja, dat ik ben of zo. Nou, dat is niet het geval. Nee. Ik heb het ontzettend leuk gevonden. Ik heb Doesburg wat dat betreft altijd in mijn hart gehad en dat zal ook altijd zo blijven. Ja, dus zei ook bij je afscheid. Maar heb je nog veel verschillende reacties gehad? Ja, van heel veel positieve reacties. Okay, merendeel van de mensen vinden het ontzettend jammer. Maar het gaat zoals het gaat. Ja. En het is goed. Ja. Nou, ik ga je ook missen. Hey, dankjewel. Ja? Alsjeblieft. Dit item op Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door restaurant De Liefde. De culinaire verleiding.